in die tijd van het slavernij, ja, toen onze voorouders naar Suriname waren gekomen, ja, konden ze geen zak nemen of tas nemen om spullen mee te nemen. En ze hadden ook je hebt ook cassavestokken, mm-hmm, maar heel klein. Zo, als het cassave, stok van die cassave, mm-hmm, één ding heeft, ken je dat ding? Ja, ja, ja. Ja, dan kan je dat in je haar stoppen. Mm-hmm. En als je dan op een andere plaats bent waar je kan planten en op de grond zet, groeit het. En als je al één heeft, heb je zoveel. Ja, 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 want van die ene ga je dan weer andere. En toen had mevrouw, zo, ben weer de naam vergeten, een rijst in haar haar gezet. En daarna had die mevrouw die haren gevlochten. En dan waren die rijstzaadjes erin. En dan ga ik wijzen hoe het gedaan, hoe het was gebeurd. Even ga een voorbeeld geven. Hier heb ik rijst. Ja, ik heb hier rijst. En dan zet ik het op Marion hoofd. Zet het hier. En Marion hoofd, je hoeft niet veel te hebben. Als je dat een beetje hebt, blijft het hierin. Zo had zij het gedaan. Ja. En had ze dat, waar had ze dat gedaan, Edith? Op het slavenschip of in Paramaribo of in Afrika? In Afrika. Oké. Okay. Ja, wat willen we vandaag liever noemen. En dan had ze haar gevlochten. Het zit al erin. En dan gaat ze dan vlechten. Vlechten zo. Zie je? Ja. Is dit? Zo was het gebeurd. En dan zat het daarin. Zo gedaan. Ja. En nu is het dit. Dus zo had die mevrouw toen de tijd gedaan. En daar had ze toch een rijstbrasso in die haren. Ja. Zo was het geluk om toch een beetje rijst mee te nemen. Zodat ze, waardoor ze nu rijst hier hebben om te planten. Dus die mevrouw had het meegenomen. Ja. Weer een beetje. Je hoeft niet veel rijst te hebben voordat je dan een grote veld krijgt. Want als je één keer plant, heb je dan volgende keer al zoveel. Ja, zo had zij het weer gedaan. Kijk, zo. Zo gedaan. Ja, en weer gevlochten. Dus zo was het gebeurd. Ja. En straks, Monika, als je je haar, moet je je hoofd heel hard schudden, kijken of het eruit valt of niet. Ja. Want je ziet niks, hè? Nee. Zo was het gebeurd. In de tijd van slavernij. Zo had die mevrouw de rijst meegenomen. Niet alleen rijst, ook andere dingen. Ja, want vroeger had die mensen echt grote haren, maar nu zetten die jongeren alleen maar weaver, street en zo, dat zijn die haren niet meer zo goed. Mm-hmm. Ja, maar vroeger hadden die mensen echt een blakama uwiri. Ja, maar nu is het een beetje veranderd. Maar gelukkig is deze nog echt die. Ja. Zo had ze weer gedaan. Hier. Is het hierin? Hier. Hallo? Hier. Hallo? En hier. En hier. En hier. En hier. Zo was het gebeurd. Zo. Zo. Ja. We gaan even op Manon wachten. Misschien wil Tinde dat Manon ook moet zien. Ja. Ja. Opa, ja. Nee. Dus zo had die mevrouw gedaan. Is Manon? Nee. Oké. Okay. Dus zo is het verhaal gegaan. Die mensen gelukt om de reis mee te nemen naar Suriname. Vanuit Afrika. Naar Suriname. Ja. En wie heeft je dat verteld, Edith? Hoe weet je dat? Mijn grootouders. Je grootouders? Ja, mijn voorouders. Dus Saamakkersma? Ik heb van Saamakkaners gehoord, van Okaners. Ja. Okay. Ja. Maar ze waren allemaal bij elkaar. Mm-hmm. En toen ze hier in die plantage waren, gingen ze dan vluchten
die persoon vlucht met een groepje naar een andere plaats. En die persoon vlucht met een groepje naar een andere plaats. En zo zijn ze dan van elkaar. Ja, dan heb je van Saramakanes, Oganes, Paramakanes. Ja, en die Alukos en verschillende stammen. Maar Toen ze van de plantage naar het binnenland kwamen, toen hebben ze ook weer rijst meegenomen, hè? Ja, ja, ja. Hoe hebben ze dat dan toegedaan? Ja, dat op hetzelfde manier. Ja, en ze gingen ook 's avonds komen om spullen te nemen. Want ze hadden geen spullen daar in het bos. Ja, toen ze pas in het bos waren gegaan, hadden ze geen spullen. Er kwamen mannen 's avonds om te stelen. Mm-hmm. Ja, van het plantage. Dus zo hebben ze ook spullen meegenomen. Ja. En hier is het goed. Je mag je haar. Dikke edden. En dan kom op toch? Je mag schudden. Wacht even. Je beetje. Ja. Die was al daar. Dan schudden. Die was al een beetje. Ja. En dan kom op toch? Nee, helemaal niet. Ik ga toch mijn mond zoeken. Zo is het goed.